Ik ben Ronald Poelstra. Ik zit een jaar of 43 hier op dit terrein. We zijn nu bij Vroeg op Windig. Wij richten ons specifiek op de marktbezoekende detailisten en de gespecialiseerde horeca. Het terrein was natuurlijk, toen het in gebruik werd genomen, was het in een hoekje van Amsterdam. In 1934 zijn er de gebouwen gekomen eigenlijk. De markt die speelde zich voor die tijd af op een van de grachten in de Jordaan. En dat ging gewoon niet meer natuurlijk. Amsterdam werd groter, kwamen meer bewoners, moest uitgebreid worden. En dit was natuurlijk een prachtig stukje voor als werkverschaffing. Dus net als het Amsterdamse Bos. In die grote centrale hal die er was, had je ja, zeker een 25 tot 30 groothandelaren. Er was een kakofonie van geluiden natuurlijk. Iedereen die sprak wat harder als dat je normaal doet. De diverse groothandelaren die er zaten, die waren min of meer gespecialiseerd in bepaalde artikelen. Je had iemand die deed in grove groenten, uien, witte kool, rode kool. Je had iemand die was gespecialiseerd in kasgroentes, sla. Hollandse producten zoals komkommers en selderie en peterselie. Dat iemand die deed bananen, bakfietsen, handkarren, auto's met aanhangwagens, heel in het begin natuurlijk paardenwagen en bestelwagentjes, voornamelijk volkswagenbusjes. En dat kwam die markt op, ja. Nou, hier zie je heel mooi het grote gebouw en hier is dat koelhuis. Dus dit gedeelte is het koelhuis. Hier op het terrein had men nog geen koelcellen, althans eigen koelcellen, tot de beschikking. En de gemeente heeft op het terrein hierachter een groot koelhuis gebouwd. En daar huurde eigenlijk de groothandelaren van dat een gedeelte. Je had hier had je het spoor lopen. Liep zowel aan deze kant als aan deze kant. Er is hier een spoor gekomen. En toen kwamen de spoorwegwagons voor aardappelen uit Italië vandaan en uit Spanje vandaan. En die lagen aan de ene kant van het terrein. En aan deze kant had je dus de groente en fruit. Dus de druiven uit Griekenland vandaan en de broccoli, venkel en bosuitjes uit Italië vandaan. Luchtvaartmaatschappijen zelf die werden geïnteresseerd in het product groenten en fruit. En die kwamen met voorstellen van, weet je dat er in Colombia mango's groeien of in Mali of in, afijn, al dat soort landen. Daar kregen we natuurlijk tickets voor en we konden daar gaan kijken. We werden daar als vorsten ontvangen om maar vooral de producten daar vandaan te krijgen. Je kunt je voorstellen dat voor 1970, hoe gek het ook mogen klinken, had je geen knoflook, je had geen broccoli, je had geen venkel, je had al dat soort artikelen die waren niet aanwezig. Het was eigenlijk allemaal nieuw, want het was passiefruit wat daar vandaan kwam, het waren mango's die daar vandaan kwamen, het was suikerriet, avocado's, ananassen, een hele range van artikelen, visalis, tamarillos, niet zozeer uit Afrika, maar natuurlijk wel uit Centraal of Midden-Amerika. Dus al dat soort dingen waren allemaal nieuw en die werden in heel bescheiden hoeveelheden hier binnengebracht. Naderhand kwamen het fruit van het tegenseizoen bij, dus de off-season products, dus inderdaad de aardbeien in de winter en de aardbeien vanuit Israël en nog verder weg, Zuid-Afrika. Ja, heimwee eten, ja, die naam die is eigenlijk een klein beetje naar boven gekomen als je de Indonesische mensen zag die voor het eerst weer mango's. Nou waren dat natuurlijk duidelijk niet de mango's die zij altijd gewend waren te eten. Het waren gewoon andere variëteiten. Maar het was in ieder geval een vrucht die zeer herkenbaar voor ze was. Toen wij weliswaar niet uit Indonesië, maar uit Thailand de sergeantskloten, oftewel de rambutan hier naartoe haalden, waren die toko's natuurlijk helemaal blij. En die hebben uiteindelijk gezorgd voor een eerste aanzet van die specifiek tropische producten zoals longan,
Rambutan en Mangistan. Wij hebben meer Turkse klanten als Marokkaanse klanten. En ik denk dat dat beeld toch over het hele foodcentrum zo is. Die zijn allemaal ondernemend en heel plezierig om mee te werken. Het zijn ook mensen die weten wat ze kopen. Die ze proeven namelijk. En dat was voor mij een eye-opener van kijk nou toch eens eventjes. Die mensen die proeven wat ze kopen. Smaak is wel degelijk een heel belangrijk item waar je op moet gaan letten. Terwijl dat in het verleden vaak puur iets was wat cosmetisch mooi moest zijn. Dat is een hele goede verandering. Dus eigenlijk een van de beste veranderingen van de laatste tijd. Hè? Dus dat smaak gewoon weer naar boven komt. Je ziet dat ook. Duurzaamheid wordt belangrijk, was al belangrijk, maar komt nu toch op de voorgrond zonder dat men gaat glimlachen. Het wordt serieus genomen. Het heeft ook te maken met de bioproducten die nog niet voldoende goed zijn ingeburgerd. Zeker niet bij de allochtone winkels. Die lopen in dat opzicht lopen ze mijlenver achter. Maar dat betekent eigenlijk, dat is prachtig, want dan kunnen ze machtig mooi gaan inlopen. En als ze ver waren, dan hadden wij geen reden meer om ons best te doen. Hè? Dus wij blijven ons best doen om die mensen ook te interesseren voor de bio. Tja, wat zullen we eten? Tja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Onthoud het goed, onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet. Er liggen een paar aardappelen liggen zo in de etalage. En in de etalage, goed hè. Echt Amsterdam, in de etalage. Sorry hoor, dan leggen twee aardappels zo in de etalage. Zit die ene tegen die andere. Nou, Siri, als ik jou zo bekijk, hij zegt, dan komen er heel wat krieltjes. Nou, zit het andere aardappeltje. Geen kans op, ik ben een poot.